Je kunt bij reactieve bronnen denken van, ach, het valt wel mee. Maar voor je het weet, heb je de gevolgen van te pakken. Dit keer zullen we het hebben over de gezondheidseffecten van straling. Waarom is straling zo belastend? Nou, vooral vanwege ioniserend vermogenverstraling. Oftewel, het vermogen om schade aan te richten, elektronen los te maken. Waar is het effect van die schade vooral van afhankelijk? Nou, allereerst is het afhankelijk van de soort straling, alfa, beta of gamma. We hebben eerder gehad dat alfa deeltje klein doordringend vermogen is, makkelijk af te schermen, en gamma juist heel moeilijk af te schermen. Maar een alfa deeltje heeft wel weer een groot ioniserend vermogen. En een gamma deeltje juist een zeer klein ioniserend vermogen. En beta deeltje zit er tussenin. Dus alfa deeltje kan makkelijk schade aanrichten, maar het is ook makkelijk af te schermen. En het is ook afhankelijk van de hoeveelheid energie van de straling. Ja, energie zie je hier. Nou, hoe meer je naar rechts gaat, hoe meer energie de straling heeft. En dan zie je dus inderdaad dat een gamma-straling de meeste energie heeft. Dus die zal ook het meest gevaarlijk zijn. En tenslotte de intensiteit van een straling. Ja, hier een folder van een zonnebank. En daarin staat inderdaad ook duur en intensiteit van een zonnepad. Dat is van belang. Samen geeft de stralingsdosis. Wat is stralingsdosis? Die geeft aan hoeveel energie je ontvangt via de straling. En dat is de hoeveelheid energie per kilogram. Dus je moet het even omrekenen per kilogram. Nou, symbool is de hoofdletter D. Ja, stralingsdosis dus hoofdletter D. En de energie per kilogram, oftewel formule voor de stralingsdosis, dat is de energie gedeeld door de massa. En let op, het gaat wel om de geabsorbeerde energie. Eenheid is energie gedeeld door massa, dus joules per kilogram. Maar in plaats van joules per kilogram gebruiken we daarvoor de gray. Gray is de eenheid van stralingsdosis. En die geabsorbeerde energie, dat geeft dus het schadelijk effect op je lichaam. Maar schadelijk effect kan ook ten goede worden gedaan. Bijvoorbeeld radiotherapie, dan gebruik je dus de schadelijke effecten van straling juist om bijvoorbeeld kankercellen te vernietigen of althans zoveel mogelijk uit te schakelen. Je moet natuurlijk wel oppassen dat je niet onnodig veel schade aanbrengt aan gezond weefsel en daardoor zullen ze eerst het lichaam fixeren. Ja, je ziet hier dus inderdaad dat ze een masker aanbrengen zodat het duidelijk is van hey, alleen dat deel moet worden bestraald. En nou, stel je voor, dit is lichaam en de tumor is dat grijze bolletje. Dan wordt het bestraald, hoppakee, zo. En die tumor krijgt een volle laag, maar niet alleen die tumor, maar ook het deel wat ervoor en erachter zit. Oftewel ook heel veel gezond weefsel krijgt de volle laag. Nou, om te voorkomen dat dit gebeurt, gaat men het bestralen van verschillende richtingen. Dat betekent dat iedere straal minder energie in zich heeft, maar het kruispunt krijgt wel de volle laag van alles bij elkaar. Oftewel, het gezonde weefsel wordt wel bestraald, maar minder intens en de tumor krijgt toch nog de volle laag. Dat is dus een manier om te voorkomen dat de gezonde cellen ook te veel schade ondervinden. Een andere wijze om gebruik te maken van de schadelijke effecten van de straling is dat je het niet van buitenaf bestraalt. Nee, je brengt de stralingsbron vlak bij de tumor. En dat betekent dus dat het vlakbij wordt bestraald. En als je dan bijvoorbeeld een alfa-straling doet, een alfa-straling heeft maar een hele kleine draagt. Oftewel, hij zal maar een klein stukje verder kunnen komen. En als je dan tegen of in de tumor wordt gebracht, dat betekent dus dat alleen de tumor de schadelijke effecten doet en de rest blijft dat bespaard. Andere toepassing is, je ziet het hier, de röntgenfoto. Bijvoorbeeld bij tandarts een veelgebruikte methode om de stralingsenergie te gebruiken, niet om schade aan te brengen, maar puur om te kijken van, hé, wat is er aan de hand? En dat kan ook worden gedaan
doordat je een reactieve stof inspuit in het lichaam. En dan kun je van buitenaf bekijken van waar komt de straling een beetje vandaan. En dan krijg je ook weer indruk wat er in het lichaam aan de hand is. Oftewel, je kunt uitwendig onderzoek doen of inwendig onderzoek. Behalve stralingsdosis wordt ook heel vaak dosis-equivalent benoemd. Wat is dosis-equivalent? Nou, het is eigenlijk hetzelfde stralingsdosis, behalve dat er een rekening wordt gehouden met het type straling. Dus is het alpha, beta of gamma. Symbool is de hoofdletter H. En het is bijna hetzelfde als stralingsdosis. En dat zie je ook in de formule. Want de formule is dat de dosis-equivalent gelijk is aan de stralingsdosis maal een getal. En dat getal, WR, dat is de stralingswavefactor. En dat getal kun je weer natuurlijk opzoeken in BINAS. BINAS, tabel 27D, staat per type straling de weegfactor. En je ziet meteen ook van, god, er zijn heel veel soorten stralingen, maar we zullen het eigenlijk alleen bekijken voor de beta- en gamma-straling. En dat is factor 1. Dat betekent dus dat voor deze twee stralingen het dosis-equivalent in grootte gelijk is aan de stralingsdosis. Voor alpha-straling is het iets anders. Daar is een factor 20, oftewel de dosis-equivalent is 20 keer zo groot als je alfa-straling hebt. Eenheid van die stralingsweefactor is er niet. Betekent dat de eenheid van dosis-equivalent en van de stralingsdosis gelijk is. Dus gray. En dat is verwarrend. Stel je voor, men spreekt over 10 gray. Ja, heeft men dan over stralingsdosis of over dosis-equivalent? Vandaar dat men voor dosis-equivalent een aparte eenheid heeft. Namelijk de sievert. Sievert is de eenheid van dosis-equivalent. Wat ook belangrijk is, als er straling op je valt, ja, is het nou in je oog of op je nagel? Ja, de nagel, dat is iets minder gevoelig. En dus is van belang welk lichaamsdeel ontvangt de straling. En dat is ook in BINAS tabel 27. En dan zie je dus dat hier, ja, de huid heeft een lage factor, die kan wat hebben. Maar als je dan hebt bijvoorbeeld hier de long of de maag, ja, die heeft een factor van 0,12. En eierstokken, ja, die zijn ontzettend gevoelig voor straling. Natuurlijk, het hele lichaam, ja, heeft een factor 1, want dan moet alles mee worden geteld. Bij het maken van een röntgenfoto van de baarmoeder wordt gebruik gemaakt van een dosis-equivalent van 0,5 millisievert. Dus dat krijgt de patiënt voor zijn kiezen. Nou, kiezen. Wat betekent dat nou voor het gehele lichaam? Nou, je hebt 0,5 millisievert als dosis-equivalent. De factor is 0,05. Dat betekent dus dat voor het hele lichaam het is 0,05 keer 0,5 is, daar staat 0,025. Dit wordt de effectieve totale lichaamsdosis. Dus een klein stukje van je lichaam krijgt een behoorlijke hoeveelheid, 0,5 millisievert. Maar het wordt verdeeld over je hele lichaam, althans het wordt berekend voor je hele lichaam. En dan is het 0,025 millisievert. Effectieve totale lichaamsdosis. En dat wordt gebruikt om te kijken of iemand te veel straling heeft gedaan. En daarvoor heb je weer, alweer BINAS tabel 27. En daar staat hierbij de dosislimieten in millisievert per jaar. En een willekeurig lid van onze bevolking mag maximaal 1 millisievert hebben. Maar let op, hij staat hierboven. Dat is de effectieve totale lichaamsdosis. Totale lichaamsdosis, dat is dus hoeveel het lichaam heeft gekregen. Rekening houden met die factor per lichaamsdeel. Bestraling of besmetting, is dat hetzelfde? Nee, niet. Bestraling, kijk hier, dat is altijd van buitenaf. En dat is wel makkelijk, want wil je er niet aan meedoen, dan zorg je gewoon voor dat die bron van straling er niet meer is. Oftewel, je schakelt hem uit of je loopt gewoon weg. Bij besmetting is het vervelender, want besmetting, dan is die bron van straling echt in je lichaam of het is op je lichaam. Moeilijker ervan af te komen. En dat is ook een keer gebeurd met polonium-210. Dat is een reactieve stof. En de Russische geheime dienst gebruikte deze stof
om een overgelopen spion weer uit te schakelen. Ja, een paar milligram DCCT en toen was het gebeurd. Ja, polonium 210. Ja, nou staat een perfect gif, want het is nauwelijks te traceren. En als het in lichaam is, ja, dan gaat de stralen ontzettend veel schade en het verspreidt zich door het hele lichaam. Dus helaas overleefde deze patiënt het niet. Polonium 210, besmetting, de bron van de straling is in het lichaam. Die is altijd aanwezig. We noemen dat achtergrondstraling. Ja? Dus maakt niet uit waar je bent, er is altijd straling om je heen. Waar komt het vandaan? Nou, allereerst komt het uit het heelal, van buiten de aarde. Ja? Uit de kosmos komt straling op de aarde. Je hebt je een atmosfeer met een magneetveld en die schermt redelijk wat van die straling af, maar er komt altijd wat doorheen en komt op aarde terecht. En hoe hoger je in de atmosfeer zit, hoe meer straling je zult ontvangen. En dat is dan ook een reden waarom dus personeel in de luchtvaart meer stralingsbelasting krijgt dan mensen die gewoon op de aarde zelf werken. Vanuit de kosmos is dus een belangrijke bron voor achtergrondstraling, maar de aarde zelf bevat ook van nature radioactieve materialen, oftewel bodemrotsen die zullen ook straling afgeven. En als je nou bouwmaterialen daarvan maakt, ja, dat betekent dus dat je ook in huis, vooral nieuwbouwwoningen, ja, die hebben op zich meer straling dan buiten in de buitenlucht. Ja, dus achtergrondstraling vanuit de kosmos of van de aarde zelf is van belang. En wat is dit? Een gevaarteken? Nee, het is het teken dat gebeurd is. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.